Nee, het maakt niet uit. Oh, hallo allemaal. Hallo. We filmen al. Oké. Ja. Hallo beste kijkers. Ik ben Willem. Dit is Abdullah. En dus Willem. Oké, we beginnen vandaag met iets speciaals. Want we gaan vandaag iets nieuws introduceren. En we beginnen met een soort van update video. Want zoals jullie al gezien hebben op ons kanaal, hebben wij de 10.000 views bereikt. Thanks a lot, guys. You really helped us out a lot. Ja, want dit jaar was eigenlijk ons doel vanaf 6 augustus om 10.000 views en 50 abonnees te bereiken. Nou, qua views is wel gelukt, maar qua abonnees... Nog niet helemaal. We hebben momenteel 27 abonnees en Willem gaat vertellen wat er gebeurt wanneer we de 50 bereikt hebben. Nou, zoals hij al zei, wanneer we de 50 bereikt hebben, gaan we een HD-PVR aanschaffen. Dat betekent dus ook meer kijkplezier voor de Let's Plays en de playthroughs door games. Ja, want naarmate we de HD-PVR hebben, hebben we dus beter beeld... ook bekend als 720 of 1080 pixels. Ja, voor de Wii is het 480 pixels inderdaad, en voor de Xbox en PlayStation 3 1080 pixels. Nou, dan heb je een beetje beeldkwaliteit, waardoor de beeld inderdaad mooi uitziet. Dus ook meer kijkplezier. En jullie kunnen dus inderdaad meer genieten. Genieten. Dus de opnames, ik bedoel dus, het geluid, dat komt dan wel van Willems camera af. Maar voor de rest heb je gewoon vet beeld, in plaats van die tv rond te zien. Nou, in ieder geval, en we hebben dan nog weer iets nieuws. We beginnen met ATG. Wat ik al niet zei, maar wat ik dus nu ga zeggen, is dus ATG. After the Game. Ja, After the Game is dus een nieuwe serie die we gaan starten. Wanneer die komt, ik heb geen flauw idee, maar die komt er wel. Ik heb er al eentje. Willem heeft er ook al eentje klaarstaan, toch Willem? Wat heb jij? The Legend of Zelda Ocarina of Time. Ik heb Cry of Fear 3. Nou, in ieder geval, het gaat... Leg een beetje uit nu wat ATG om me inhoudt. Ja, ATG, oftewel After the Game, betekent dus, je speelt het spel helemaal uit. Ja, of helemaal uit, als je maar uitgespeeld. Ja, daarna ga je dus zeggen wat je van het spel vond. Een evaluatie. Ja, een soort van evaluatie, ja. Nou, dat film je dus, je legt dus uit, bla bla bla. Nou, en dat moet je dan op dezelfde dag ook gelijk op YouTube zetten, want dan is het nog fresh. Ja, ook wel zo gezegd, even een korte samenvatting. Je hebt het spel gekocht, je laat zien wat voor spel je gekocht hebt. Als je gaat het spel uitspelen, dat hoef je niet te filmen trouwens. Maar als je het spel hebt uitgespeeld, dat ga je wel filmen. En dan geef je een evaluatie over wat je van het spel vond. De gameplay, gameplay, graphics en al die shit. Ik heb Cry of Fear 3 ook uitgespeeld, maar ik weet de story nog steeds niet helemaal. Dus. Nou, dat was dus ATG. Ik hoop dat jullie dit leuk vonden. Bla bla bla. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Yo! Beste kijkers, bedankt voor de 10.000 views. En hopelijk bereiken we ooit een keer de 50 abonnees. Kerst! Onzin!